Wat houdt het concept precies in? Nou, we hebben in samenwerking met Fonds 1818 besloten dat we een pitchdag willen organiseren. Omdat jongeren vaak wel een cool idee hebben, alleen is het dan heel lastig om dat te realiseren. Moeilijk om geld aan te vragen en hoe ze daar allemaal mee om moeten gaan. Dus wij willen eigenlijk met PitchClap hun de mogelijkheid bieden om ook echt daadwerkelijk een kickstart te maken om een project te realiseren. Dus jongeren onder de 28 kunnen hier heen komen om hun toffe idee te presenteren aan een jury en een publiek. En dan diezelfde dag krijgen zij van de jury te horen of wij financiële ondersteuning gaan bieden. En wat voor ideeën moeten wij dan denken? Ja, het kan van alles zijn. Je kan een feest willen organiseren, een bedrijfje opzetten. Wie weet wil jij een voetbaltoernooi midden in de stad organiseren. De gekste dingen. Ongebruikelijke locatie voor zo'n evenement. We wilden een toffe locatie, iets nieuws, iets spannends, iets inspirerends. En wij dachten dat we dat bij de Hortus eigenlijk wel goed gevonden hadden. En mag iedereen komen kijken? Ja, in principe, de Hortus is open. We hebben het echt tijdens openingstijden. We hebben wel genodigden en natuurlijk de pitchers zelf. En die mogen mensen meenemen in principe. Dus we hebben wel een genodigdenlijst, maar in principe is iedereen welkom. Dus ben jij jonger dan 28 en heb jij een super tof idee, maar geen idee waar je moet beginnen? Meld je dan aan via info@stad-leiden.nl en misschien zien we jou 9 december in de Hortus met een tof idee.